Hallo. Dilemma Dinsdag. Hallo iedereen. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn meent. Goed dat je er bent. Dilemma Dinsdag. Zo meteen een dilemma aan jou voorlezen. Ja? Dan mag je eerst het dilemma even herhalen en dan uitleggen welke je zou kiezen en waarom. Oké. Dus de rest van mijn leven praten met een hoge piepstem of de rest van mijn leven praten alsof ik huil? Ik ga voor de piepstem. Ik denk dat je met een hoge piepstem, dat mensen dat nog wel begrijpen als je dat zo... Nee, dat is gewoon je stem, daar wen je wel aan, denk ik. Ja, ik denk toch voor de piepstem. Waarom? Ja, het lijkt een beetje op een dolfijn natuurlijk nu ook. Nee, maar dat wil ik niet. Piepstem, hoe klinkt die? Dat wil ik ook niet! Nee, ja, nee, dan denk ik toch alsof ik huil. Ja, daar word ik ook een beetje triest van. Doe dan maar met een hele hoge piepstem. Ik denk dat de mensen om me heen daar snel van gaan wennen. En ik zelf ook wel. Oké, maar dan moet ik even mijn hand gewoon op mijn gezicht bedekken. Wat dan? Dat is als mensen een raar gebaar. Hij is verdronken. Jammer! Nee, piepstem, want wat was het andere? Oh ja, als een huilend kind. Of nee, als een huilend. Gewoon alsof je huilt. Alsof ik huil, ja. Dat is zo dramatisch, het leven. En ik krijg nu ook al vaak te horen dat iemand vindt dat ik te zacht of te hoog praat of iets. Dus dat maakt me niet zo uit. Maar de rest van je leven praat alsof je huilt. Ik denk dat je dan heel weinig vrienden nog overhoudt. Hoe zou dat klinken? Ja, hoe zou dat klinken? Ja, ik kies toch voor het piepstemmetje. Hoe zou dat klinken? Nou, dat klinkt gewoon een beetje zo. Dan ga ik de hele tijd zo praten. Hoe zou het klinken met een huilstem? Hallo, oh, ik ben net heen. Oh. Hoe zou je klinken als je huilt? Dat is niet leuk. Want dan, je gezicht verraadt wel dat je niet verdrietig bent. Maar ik denk als je een hele irritante hoge piepstem hebt, dan hebben mensen gewoon liever dat je niet praat, denk ik. Doe eens voor. Hallo, Jessica. Nee, maar dat is toch niet gezegd. Je komt op geen feestje meer binnen. Hoe klinkt dat? Nee, ik doe dan de hoge piepstem, want daar heb ik voor gekozen. Dus dan zou ik zo praten. Gezellig. Nou, dat vind ik prima, hoor. En ik vind het zo leuk. Je denkt, oké. Okay. Het is ook niet... Maar jij heeft het zo. Alsof je knappende babbel bent. Ja, en als je dan inderdaad ook nog eens tegen iemand dan vertelt dat je nooit wordt uitgenodigd op een feestje omdat je dus zo ongezellig lijkt. En als je dat dan huilend uitlegt, nou... En ik word nooit uitgenodigd. Ja, daarom. Iedereen gaat even je aaien en dan... ja, nee, zielig. Ja, nee, dat word ik zo lelijk. Dat doe ik niet. Leven zonder daglicht of leven zonder slaap? Ja. De rest van mijn leven zonder daglicht. Ik ben wat duister. Ik weet dat het dilemma dinsdag is. Ik ben niet achterlijk. Maar dat kan niet. Je hebt beide nodig. Ja. Maar welke zou je liever lozen? Stel dat het niet ongezond zou zijn. Ja, maar zeg maar, heb je dan geen slaap meer nodig? Ik ga voor een leven zonder slapen, dat is toch fantastisch? Sowieso leven zonder daglicht. Ja, ik kan niet zonder slaap. Tjee, je gaat het niet redden, hè, zonder slaap. Dan is het gewoon altijd feest. En als je dan bijvoorbeeld klaar bent met je werk, dan... Ik baal dan altijd als ik thuis ben en dan heb ik even gekookt en dan heb ik gegeten. Dan baal ik altijd zo erg dat ik dan alweer bijna moet gaan slapen. Wil ik de volgende dag een beetje fit zijn. Ik verslaap gewoon super lekker, dus nee, dan kies ik alsnog voor daglicht. Ja. Slaap? Nooit meer slapen? Ja, maar nee, maar nee. Lekker een dutje doen. Gewoon altijd in het donker. Nee, maar als je in het donker dan, nee, dan denk ik nooit meer slaap, denk ik. Zou je het missen? Ja. Heel erg. Nee, je kan wel heel veel liggen. Daarom. Zonder daglicht, dat lijkt mij ook niks. Nee, ik ben ook wel graag buiten, maar dat is sowieso wel een beetje... frisse lucht naar binnen. Ja, als het dan haalbaar is, dan ging ik zonder slaap. Duisternis voelt me wel fijn bij.
ben gewoon een heel licht persoon. Dus je kan wel relaxen en liggen, alleen je valt niet in slaap. Maar als het niet meer hoeft, ik zou elke nacht stappen en ik ga... Weet ik het? Dat is fantastisch, dat is mijn droom. Dat is zonder twijfel. Ja. Nee. Dan denk ik... Nooit meer slaap. Ik ben er niet helemaal zeker van. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je hebt gekeken naar Dilemma Dinsdag. Laat weten wat je ervan vond. Abonneren is daar, geloof ik. Comments hier beneden. En niet te vergeten zijn we ook op Insta en op Facebook. Doeg!